Zeven doden en tientallen gewonden, van wie verscheidene levensgevaarlijk, is het trieste resultaat van een rampzalig verkeersongeluk in dichte mist op de Rijksweg 4 onder Hoofddorp. De oorzaak van de kettingbotsing, waarbij meer dan 40 auto's waren betrokken, is volgens de politie voornamelijk te wijten aan te hard rijden in dichte mist en aan door nieuwsgierigheid ingegeven afremmen van automobilisten bij het zien van een ongeluk. Deze verkeersramp legt eens te meer de nadruk op de grote verantwoordelijkheid van de automobilist in de hedendaagse verkeerssituatie. Hoeveel meer ongelukken moeten er nog gebeuren voordat ieder automobilist beseft dat bij mist een snelheid van 70 kilometer eigenlijk al te hoog is? En inhalen uit een boze is. Tijdig richting aangeven kan van levensbelang zijn. En bij mist overdag moet altijd rood licht gevoerd worden. Ruitenwissers zijn onmisbare accessoires, vooral bij slecht zicht. Ze dienen dan ook gebruikt te worden. En laat iedereen toch de moeite nemen, bijvoorbeeld tijdens het tanken het glas van de koplampen schoon te laten maken en de rem- en knipperlichten te controleren. Alleen met inachtneming van deze regels kunnen de door de overheid te nemen maatregelen om de levensgevaarlijke verkeerssituatie op onze wegen te verbeteren effect sorteren.